Woensdagavond vertoont de historische kring in samenwerking met het Filmhuis... de nieuwste film van Jan van de Geest. En deze gaat, anders dan die van vorig jaar, over Noordoost-Twente. En het fijne is dat Jan van de Geest bereid is om zelf te komen... om een korte inleiding te geven op zijn film. Dus daar zijn we heel blij mee. We zien prachtige beelden van um, de cirkels van Mander. De opgraving van de man van Mander... De boeropstand uit 1971. En zelfs zijn de historische beelden van de motorraces in Te Bergen. In het natuurreservaat van het Dal van de Mosbeek wordt een bezoek gebracht aan de Galgenberg. De commissiehut en de bronnen van de zeer bijzondere Mosbeek. En voor de pauze worden dan ook nog bezocht de molens van Bels en van Frans. We zien unieke beelden van het leefgebied van de zeer zeldzame kever, het vliegend hert. Dat is een kevertje dat nauwelijks meer voorkomt in Nederland. Er zijn maar vier leefgebieden, en één daarvan is bij de, in de omgeving van Vassen. En verder zijn er dan nog de traditionele slipjacht door Mander, Vassen en Hezingen. Kortom. Er ligt een bijzondere avond in het Verschiet in Hoffe 88 op woensdag 26 februari om kwart over acht. Als we beginnen met de lezing van Jan van de Geest en daarna de vertoning van de film. Entree is 9 euro, voor pashouders slechts 6 euro. En voor de donateurs van de historische kring ligt er een gratis kaartje klaar bij de kassa. Mis het niet, een unieke avond.